Goedemiddag en welkom bij de Data Gedreven Energiecoach. Ik ben Marjolein Jaski. En ik ben Klaas Hofman. En vandaag nemen jullie mee in ons verhaal. We gaan nu kijken hoe de energiecoach bij de mensen thuis langsgaat. Het klimaatakkoord jaagt volgens Dijkhoff dus vooral de gewone man op kosten. En die kosten zijn voor sommigen nu al moeilijk op te brengen. Zo hebben veel mensen met een minimumloon het erg moeilijk om de energierekening te betalen. Laat staan als die kosten verder zullen stijgen door de energietransitie. In Leeuwarden krijgen ze hulp. Hallo. Goedemorgen, Klaas Hofman, energiecoach. Ja, kom verder. Dank je. In Leeuwarden wonen duizenden mensen die hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Energiecoach Klaas Hofman brengt uitkomst. Zoals we in het filmpje zagen, komen we bij de mensen thuis. Wat doen we bij de mensen thuis? We gaan samen met de mensen overleggen waar de tochtstrips komen, cv inregelen. Natuurlijk kijken we naar de ledlampen, want dat is een heel mooi instrument om te besparen. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We werken samen met Vizier op Werk. We hebben 2 energiecoaches uit de bijstand gehaald. Die hebben we opgeleid. We zijn dus nu in Leeuwarden met 3 energiecoaches. Dan werken we samen voor de energiejagers met de tochtstrips met Werkplaats Oost. En als laatste, bij de cv-dokters hebben we 2 jongens uit de bijstaan naar vast werk geholpen. Zoals Klaas al aangaf, zijn de ledlampen een mooie manier om te besparen. Vanuit de RRE is een subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Leeuwarden van €270.000. Om deze subsidie zo goed mogelijk in te zetten, is er een datagedreven team samengesteld. Dit team bestaat uit... Hoi, ik ben Alice, privacyjurist. Ik ben bij dit project betrokken om te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen binnen de relevante wetgeving die betrekking hebben op dit project. Hallo, ik ben Marjolein Jaski en ik ben beleidsanalist. Binnen het team van de datagedreven energiecoach vervul ik de rol als Scrum Master. Mijn naam is Bas Klaver. Ik ben beleidsanalist bij het Sociaal Domein. Mijn rol binnen dit project is het maken van selecties op de data. Ik ben Jasper van Kommenij, beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Leeuwarden. En ik ben onder andere verantwoordelijk voor ons sociaal energiebeleid. Daar ben ik projectleider van en daarmee helpen we mensen met een minimuminkomen de energierekening te verlagen. Ik ben Klaas Hofman, energiecoach van de gemeente Leeuwarden. Ik ben product owner van deze data gedreven energiecoachgroep en we zijn op zoek naar de energiearmoede in Leeuwarden. Hoi, ik ben Sven Zondervan van Team Geoinformatie. Ik werk met geografische informatiesystemen, ook wel bekend als GIS. Inmiddels is de eerste ledbox uitgereikt door onze wethouder Bert Wassink. In het kader van de energietransitie is het een van de belangrijkste dingen, misschien wel het eerste wat gebeuren moet, is energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door ledlampen te gebruiken, dat weet ondertussen iedereen wel. Een ledlamp is er één, zou ik zeggen. Ja, bedankt. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Want ik werk tot de late uurtjes en dan is het meestal donker, dus je kan wel wat licht gebruiken. Na het uitreiken van de 3000 pakketten zijn wij als datagedreven energiecoachteam nog niet klaar. Op dit moment heeft de energiecoach 8% van alle koopwoningen bezocht. Voor de huurwoningen is het 4%. Om de resterende 96% van de huurwoningen en de 92% van de koopwoningen op een goede manier te gaan bezoeken, willen we dat gaan doen op een datagedreven manier. Een aantal samenwerkingspartners die we daarvoor in gedachten hebben, zijn onder andere... Ja, hallo. Mijn naam is Oet Schuipers. Ik ben relatiemanager bij Liander Netwerkbedrijf. En aangezien ik momenteel zie dat heel veel mensen de energienota niet of nauwelijks meer kunnen betalen, is prepaid een heel mooi middel om deze mensen te helpen. Goedemiddag. Mijn naam is Frank Dijkstra. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de kredietverlening binnen Kredietbank Nederland. Via de datagedreven energiecoach kan Kredietbank Nederland een krediet verstrekken van 0 tot €2500 onder dezelfde voorwaarden als bij de gemeente. Bedankt voor jullie aandacht. We gaan nu kijken naar een filmpje van Alice, een voorbeeld van energiearmoede. De tip van mijn zoon was op de bank een elektrische deken te leggen. Maar wat gaat er straks gebeuren als er echt gaat vriezen? Dan gaat de kachel niet aan. Dan doe ik hier weer een vest overheen. Ik heb een thermovest, die hangt daar op de stoel. Dat roze vest heb ik gekocht in de kringloop voor €4,50. Als ik die aantrek, helemaal niet meer koud, ook niet met -10.